Hallo lieve mensen en weer welkom bij een nieuw filmpje. We gaan weer supply drops openmaken. Zoals jullie zien heb ik weer mijn crypto keys opgespaard. Dus ik ga ervan uit dat we een stuk of 12 rare supply drops open kunnen maken. Heel misschien 13, heel misschien 14, maar ik ga ervan uit dat we er 12 open kunnen maken. En de meeste van jullie die al mijn eerdere supply drop filmpjes hebben gezien, die zullen wel weten dat ik gewoon echt letterlijk gewoon geen enkel legendary weapon eruit heb gekregen. De laatste legendary weapons die ik gekregen heb, dat is ongeveer 2 maanden geleden. En dat waren de Iron Gym en de Marshall. Voor de rest heb ik nog gewoon geen enkel legendary weapon. En ik heb de afgelopen 3 weken een stuk of 80 supply drops geopend bij elkaar. Gok ik. De meeste in de filmpjes, sommige in de stream. Maar laten we dus nu beginnen en hopen dat we een legendary weapon krijgen. Ik hoop in ieder geval heel erg op. Het maakt me niet uit welke het is, als we maar gewoon een legendary weapon uitkrijgen. Nou, laten we beginnen. Rode Kuda camo, nee. Oké, nou, die is epic. Die body team is nog wel vet, vind ik, van de Reaper. En we hebben weer 5 crypto keys bonus gekregen. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Nee. Nee. Oké, die is nog wel. Die vind ik wel vet. Die vind ik wel vet. En weer 7 crypto key bonus. Nee, nee, nee. Ook niet. Gebruik ik toch allemaal niet. Het valt aardig tegen elke keer, maar. Ik heb er wel een goed gevoel bij. Nee. Ja, Team Pyramid Confusion. Nou, het scheelt wel dat we Crypto Keys bonus erbij terugkrijgen. Nee. Oké, die Dragonfly Spectre Body Team vind ik wel vet. En 5 Crypto Key bonus weer, dus dat is mooi meegenomen. Nee, oké, Phoenix, PMP grip variant. Er zitten wel veel legendary items bij, maar hoop op een weapon. Nee. Common. Maar ja, we geven niet op, we kunnen er nog 4 openmaken als het goed is. Oké, Outrider Body Team. Oké. Kan beter, maar ga gewoon door. Kijk, die hebben we net ook al gekregen, dus we gaan straks even de duplicates burnen. Nog 2. Ik denk zelf dat we nog 3 open kunnen maken, maar er staan nog 2. Oké. Oh ja, dat komt mooi uit, die Reaper Head Team. Die heb ik nu compleet. Ik hoop niet dat dit de laatste box die we open kunnen maken, want er zit alleen maar shit in. Nou, deze kan, die gaat nog wel. We gaan even duplicates burnen. Ik ben alleen bang dat we, heel misschien, ik hoop het dat we genoeg hebben voor de laatste. Ja, we kunnen nog eentje openmaken. Dat even mooi uit. Dus, de laatste supply drop die we openmaken en... Ik hoop dat ik nu wel iets meer geluk heb dan de afgelopen keren dat ik ze allemaal heb opengemaakt. Dus dit is in ieder geval de laatste. Nee. 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 Fuck. Waarom? En serieus, we hebben nog 6 nodig van volgen. Waarom heb ik zoveel ongeluk? Maar even serieus. Waarom heb ik zoveel ongeluk? Kijk, net niet genoeg. We kregen er namelijk 27. Nou ja. Ik zal zeggen, we kunnen ook nu nog 2 common openmaken. Doen we dat gewoon. Maken we nog gewoon even 2 common open. Oké, nee. En nog eentje. Nee. Oh nee, ik kreeg nog wel een laser sight van de MR6. Dus... Ik denk niet dat we er nog eentje hebben. Oh, we hebben nog 2 common. Die kunnen we nog even... burnen. En we kopen 9 uit. Nou, helaas. Wat hebben we allemaal gekregen?
Nou, dit komen natuurlijk het common. Ja, kijk, dit soort die rare items die zijn op zich ook nog wel oké. Maar echt heel veel bijzonders zat er weer niet in. Dus ik hoop in ieder geval voor de volgende keer. Ik ga ze in ieder geval weer opsparen. En als ik nou de volgende keer weer niet een legendary weapon krijg, dan word ik echt gek. Want ik doe zoveel mijn best. Ik doe zo erg mijn best. En ik hoop er gewoon zo op. Maar het wil gewoon niet. Het wil gewoon niet komen. Dus, mijn vraag aan jullie is: zet het gewoon even in de reacties. Alleen als jullie het willen natuurlijk. Van hoeveel legendary weapons hebben jullie wel en welke hebben jullie? Dus ik zal in ieder geval alle reacties lezen. Ik zal op de reacties antwoorden in dit filmpje. Hè, als jullie nog wat willen weten of zo, vraag het me. Als jullie tips hebben, zet het ook in de reactie. En voor dit was het dit filmpje weer. En tot de volgende keer weer in een ander filmpje. Dank voor het kijken in ieder geval.